Hallo, welkom bij Games. Mijn naam is Quinten en vandaag een nieuwe video. Vandaag gaan we FIFA Ultimate Team doen, maar squad battles doen. Ik heb nog een noob team, maar ja, boeit niet. Squad, voor de mensen die niet weten wat een squad battle is, dat is gewoon potjes spelen en je hebt elke dag 4 potjes dat je kunt spelen. En hoe beter de potjes, hoe hoger level dat je zit in de squad battle. En volgende week, of op het einde van de week, zie je dan welk level dat je bij eindigt. En krijg je dan een beloning, pakketjes of geld ofzo. Dus te zien hoe dat je bent, hebt gespeeld. Dus ja, dat is tegenstanders in het team. Ik ga waarschijnlijk verliezen, maar oké. Ik ben nu brons 1, want ik heb gisteren 1 potje gespeeld. Maar nu heb ik nog alle 4 potjes staan. Dus ik kan er misschien 2 opnemen ofzo. Ja, ook vandaag staat er wereldtop binnen de lijn op het veld. Ik ben super noob bij FIFA wel, want ik heb nog maar 1 potje gespeeld in totaal. Het thuisspelende team gaat in deze opstelling van start. Komt hier de voorsprong? Nee. Oké, ja, dat is echt. Ja. Die ging zitten, maar oké. Die fucking kutkeeper. Nou. Dat had de vroege openingstreffer moeten zijn. Ja. Oké, dus ja, je was super noob hierin. Gooi de roet in het eten. Nani. Oké. Om de bal af te pakken ben ik noobst in, maar oké. Goed gezien. Prachtige pas. Wow. Ja. De keeper heeft hem. De bal komt van dicht bij op hem af. Maar wat een redding. Lanzini kiest voor de lange corner. De aanval loopt op niks uit. De tegenstander zet hoog druk. De bal rolt ongehinderd door. Ja, dat is ook zo dom van mij. Nou, okay. De club heeft toegeslagen op de transfermarkt Jury. De eerste aankoop is vastgelegd. Ja, en niet de laatste, denk ik. Ik heb trouwens redelijk veel geld op FIFA nu. Omdat mijn vriend dat heeft gedaan, Milan heeft dat gedaan. En ja, morgen of zo gaan er nieuwe dingen zijn met dat geld. Dat kan investeren of zoiets. En dat gaat Jan dan doen. Maar oké, eerst. Ja, nice. Shit. Prima ingreep van de verdediger. Rodrigo. Di Maria. Manuel Lanzini, David Villa. Nice. Manuel Lanzini. Fluff sprint, oh kut. Hij werkt die bal weg. Ja, maar het is wel aan ons gelukkig, dus. Fedor Smolov. Loppie, oh nee, kut. De tegenstander stoort vroeg. Het hoog druk zetten leidt tot paniekvoetbal bij de tegenpartij. Rodrigo. Ingooi. Di Maria. Diego Costa. Wordt het een doelpunt of een assist? Hij kan kiezen. En nu doorgaan. Oh. Bal is uit, ze mogen ingooien. Vitolo. Bal in het strafschopgebied. De voorzet is een prooi voor de achterhoede. Die bal weet geen medespeler te bereiken. De verdediging ruimt op. Ja. Op dit niveau. Nice, oké. Steekpas en steekpas. Pas je het spel zeker. David Villa. Nee! Wat een schitterende. Nee, ik moet geweest zijn, maar oké. Ja, prima. Keepersterk. Oog in oog met die tegenstander. Heel rustig gebleven. Sterk gedaan. Hij neemt de corner kort. Jesse Lingard schiet kans van dichtbij en de bal gaat dikke dab, dus eerst dat je dat kan, maar oké. Dab. Er is trouwens geen online test tegen bots, trouwens, maar oké. Squad battle is tegen bots. Tegen online is kapot, zoals ze even had, maar oké. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Nog een keertje. Bam.
Staat er daar nu Dust Games? Ah oh ja, dat is mijn naam zeker. Ah oh ja, oké, okay, dat is de naam van FIFA. Oké, okay, staat daar op Dust Games. Nice. Onderschepping van die bal van Di Maria. Die bal is scherp. Nu schiet. Nee, waarom? Wat een prachtige redding van de keeper die een inzet van dichtbij onschadelijk. Dat heb ik echt knap. Ja, hij moest snel reageren. Ja, nice, nice. Stikpas. En. Gestuurd. Oh! Is opnieuw oh! Goal. Is dit een beslissing, Jori? Wat denk jij? Je zou het al haast denken. Er zijn nice. Gekkere dingen gebeurd in het voetbal, Evert. Maar de tegenstander. Kijk, dat is tweede goal. Als ze hier de nederlaag van het veld willen stappen. Ik heb trouwens ook FIFA 17 en 18 gehad. Dus ik heb het nu sinds gisteren FIFA 19. Ik heb maar één potje gespeeld. En packs hopend. Allemaal 28 jumbo hoofdpakketjes. Daar hoeft de tegenstander niet eens moeite voor te doen. De tegenstander probeert de opbouw te verstoren. Ja, dit is ook weer het beste. De bedoeling was duidelijk, maar de paas is doorzien. Over de zijlijn. Och, dat is aan ons gelukkig. Manuel Lanzini. Hoe kon ik dit verpest hebben? Het was letterlijk gewoon bang van allemaal. Hij is de pas. Pas. Ik pas aan. In de handen van de keeper. En verpest. Weer al. Oké, okay, nice. Ik heb daarnet trouwens een Watch Dogs 1 aflevering opgenomen. Je wil vanavond zien. Om 6 uur. En ja, ik verpest het weer al. Oké. Oh shit. De scheidsrechter legt het spel niet stil, maar geeft voordeel. Oh nice. En dat is van uitstekend. Dat geluid dat je trouwens hoorde was op 6. Zo, dat zal even duren voordat hij weer aan het werk moet. En even pas, steekpas en mislukt. Waarom ben ik zo slecht? Felipe. Oeh, oh nee. De tegenstander stoort vroeg. Ik heb echt leuk dat dat hier fout was, man. Ja. Piszczek. Di Maria. Kijk. Oeke. Fijne steekbal hoor, Di Maria. Oh, die gast heeft dat zo hard verpest nu. Oh, nice. Nu heb ik zwaar de bal. Fedor Smolov. Ja, en nu heb ik het verpest. Ik pas letterlijk naar de tegenstander. Wat had hij eigenlijk net ook deed. Dat is zien, maar oké. Oké, oh, gelukkig is dat geen fout. Waarom verpest ik het de hele tijd, man? Ik moet echt voorzichtiger spelen. Ik pas veel te veel. Hier, oké. Dex skills. Oké. Manuel Lanzini. Oké, ja, misschien moet ik minder passen naar de tegenstander. Ik weet het niet. Een opgelegde kans. Oh. En die hangt. Een goed geplaatste bal in de hoek. Dab. Oh yeah. Oké, okay, hij zit daar overal Dust Games staan. Dan moet ik me echt super hard aan. Dat rood en wit doet daar allemaal Dust Games, man. Een dikke reclame, man. Okay. Dat is waarschijnlijk ook gewoon mijn naam, maar oké. Okay. Dus, ja. Mijn team noemt Dus. Diego Costa. Di Maria. Lukas Piszczek. Oké, okay, en zo en dan. Oh, wow. En ja, perfect. Deze moet zijn. Ja, oké, okay, tenzij dat het eens zal de bal afpak natuurlijk. Tenzij dat ik de bal weer afpak natuurlijk. Oh! En. Zo die vond ik echt nog mooi. Nice. Vierde goal, het staat wel op amateur, maar boeit niet. Voor mijn tweede potje. FIFA 19 vind ik het goed. Oké. Okay. Reinhold gaat trouwens FIFA 19 ook over, dan is dat mee aan de hou ook Just Cause en zo opnemen. Oké, okay, nice. En. Het is haast. 4-0 als de scheidsrechter voor het einde van de eerste helft blaast. 4-0 eerste helft, dat is chill. Ja, daar sta je dan met zo'n comfortabele voorsprong. Ik hoop dat. Oké, okay, nice. We hebben nu 4 doelpunten gemaakt. We hebben 8 keer op doel geschoten. De tegenstander zijn maar 1 keer op doel geschoten. Oké. Okay. We hebben 18 schoten gedaan. 8 schoten hebben we gedaan.
en 8 schoten op het doel. Ja, we hebben er 4 ook echt gescoord. Balbezit hebben we maar 41%, zij hebben er 59%, dus dat kan nog een beetje beter. Tackles, ik heb er 14 tackles en zij hebben er maar 1. Oké, en de rest 0-0. En ik heb 2 hoekschoten gehad. Perfect. Oké, nu gaan we gewoon even het vlug verder spelen. Oké, het team is nog goed. Onze keeper heeft nog niks moeten doen, maar oké. De tweede helft gaat van start. In de eerste helft ging het eigenlijk maar 1 kant nice, op. Nice. En dat is ook aan de stand af te lezen. Ja, nice. Ik ben benieuwd of we in de tweede helft nog een ander beeld gaan krijgen. Ja, oké. Piszczek. Dat was wel dom van mij. Hakim Ziyech. Felipe. Lukasz Piszczek. Vitolo. Lucas. Ze weten dat er een keer een gaatje moet vallen. Vrij. Goed gedaan. Mooi schot. Geen goed schot. Gaat ruim naast. Oh. Ik verpest het, maar ze gaan hem terug verpesten. Ze krijgen een vrije schop. Nice. Ik heb een vrije schop gekregen. Ja, en daar zijn ze de bal kwijt. Zag er niet al te best uit daar. Sebastian Coates. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Dit is best ook het weer verpest. Ja. Nu gaan ze weer helemaal naar de andere helft lopen. Philippe. Ga ik de bal weer afpakken. Ja, oké. Okay. Oh, nice. Nee. Wow. Nice, steekbal aan. Ah, oh, de keeper pakt hem. Shit. Oké. Kan beter, maar sowieso zijn we gewonnen. Like, het is niet dat ze nu nog 4 goals gaan maken. Hoop ik. Felipe. Zeg nooit. Oké. Lucas. Oké, ik heb hem getackled. Het is geen fout. Nice. Grijp niet in en geef voordeel. Goed gezien. Absoluut, ik zie dat ook graag. En het is toch fijn dat dat bestaat, de voordeelregel. Lucas. Nice. En goed gedaan. David Dia. Dit was heel slechte pas van mij. Ja, oké. En... Nee, wat doe ik? Oh. Ik ben zo dom. Ik druk dat bolletje. Het echte was nog dat ik ook gewoon aan mezelf paste terwijl ik een bolletje druk te maken. Lukasz Piszczek. Ziyech. Die paas wat onderschept. Kijk, dit was weer dom. Soms heb ik een passen, doe ik zo'n steekbal naar spelers, maar ze zijn totaal niet snel genoeg. Om die bal te paan. Oh ja, of ze zijn uitgeput, kan ook natuurlijk. Oh nice, nice. Alsjeblieft zeg dat ik de bal nog net kan pakken. Ik wil echt gewoon een schot op doel hebben. Kijk, ja, hij probeerde een steekpaas te geven, maar de bal kwam er tegenstander terecht. Spitsen zijn echt kut traag. Als mijn spitsen zijn toch? Waarschijnlijk wel. Kijk, hij komt de bal zelf maar halen. Broer, was ik zo slecht in FIFA dat ik mijn doelman als spits zette en een spits als doelman, maar oké. Zo. Daar wordt de bal zomaar ingeleverd. Tjonge jok. De scheidsrechter fluit voor een vrije schop. De scheidsrechter fluit alsnog voor die overtreding en dan geeft hij nog Elo. Ik dacht dat hij door liet spelen. Nou, maar zo'n manning, Nani hebben we trouwens uit een pack gekregen. Packje. Premium Jumbo Goud Packje. Oké, we hebben vrij trap. We gaan gewoon pas naar die guy. En dan gewoon steekpas. Jesse Lingard. Steekpas en... Oh nee, ik had moeten passen, maar oké. Wat een redding van die doelman op die inzet van dichtbij. Wat een reflex even. Schitterend om te zien. Zo, de corner wordt kort genomen. Met die wat was dat hier allemaal, jongen? Waarschijnlijk een doelpunt. Petje af, hoor. Oeh, die heb ik wel. Manuel Lanzini. Dat ik een vlug kunt pakken. Abdoulaye Doucouré. Waarom? Dit is ook zo dom. Gewoon recht in de keeper zijn handen maken. En, oeh, kopstootje. Oeh, ja. Nice. En oh. En oh.
En ja, ik ben de bal weer kwijt. Ja, nice. Oké. Okay. De voorzet kan nu komen. Dus hier nu heb ik het weer heel goed verpest. Zoals jullie hier zien. Oké, ja, die kon ik wel mooi aan me afgepakt, maar ik heb het niet gedaan, helaas. Okay, waarom pas ik altijd naar de tegenstander? Dat is zo dom. Die is er doorheen. Goeie ingreep door de keeper, hoewel de bal nog in het spel is. Ik probeer het heel snel te schieten. Weggewerkt door de verdediger die vandaag... Wat een homo is dat ook. Fedor Smolov. Loeihard, een gevaarlijke situatie. Wat een prachtige redding van de keeper die een inzet van dichtbij onschadelijk maakt. Ja, hij moest snel reageren. Prima keepwerk. Er zijn nog 8 minuten reguliere speeltijd over. Slordig balverlies hoor, dat mag je op dit niveau niet overkomen. Nice. Weet dat hij redelijk snel is nu. En dan steekpas en dan... Een opgelegde kans. Nice. Dat is een goal. Nog 6 minuten en de speeltijd is voorbij en ik heb nog net de goal kunnen doen. Mijn eerste goal in de tweede helft. Oh, maar oké, 5-0 is het nu dus. Als ik het nu verprut, ja, dan moet ik ook gewoon echt fucking slecht. Daarmee denk je zelfvertrouwen. Het einde van de wedstrijd komt in zicht en normaal gesproken is de zaak nu al beslist. Hij laat doorspelen, voordeel dus. En eens kijken of er ook echt voordeel uitgehaald wordt. Ja, natuurlijk, dat is de vraag. Maar al met al is het gewoon wel een goede beslissing van de scheidsrechter. Nog slechts 4 luttele minuten te gaan. Wat een slordige paas toch. De tegenstander kan de bal zo eenvoudig onderscheppen. Kijk eens die bal hier, maar oké. Hij speelt een topwedstrijd. Oh! Balbezit voor de andere ploeg nu. Kijk die pas aan. Fedor Smolov. Uitgelezen kans om te scoren. Tussen de palen. Het wachten was op nummer 3, maar daar is hij dan. En weer is het een prachtgoal. Hoeveel goals heb ik met hem trouwens nu? Ik heb nu weer 6 goals in totaal. Over rendement hebben we niet te klagen bij deze speler. Ik ga alles op de aanval zetten. Geweldig. Het verschil is nu wel heel erg groot geworden. En zo lang is er niet meer te spelen. Kijk, nu kan ik het toch niet meer verpesten. En hoe meer goals dat ik nu kan maken. Daar wordt de bal zomaar ingeleverd. Jongen, jongen, wat een slechte paas toch. En daar... Jesse Lingard. Oké, 1 gele kaart, maar boeien. Dan 500 punten in totaal, nice. Oké, verder. Kijk, we zijn bijna brons. Zoveel, wacht, hè. Hoe gaat dat nu weer? Oké, ja, dus ik begon bij brons 3. En dus dan was ik brons 2 en bijna brons 1. Nu ben ik zilver 2, dus dat is heel goed. En bijna zilver 1. Dus ja, moeilijk van laag. Nou, ja. Oké, ja. Niet snap dat. Oké. We kunnen nu nog in principe... Ja, hoe lang zijn we nu bezig? Ik weet het niet. We zijn nu ongeveer... We waren nog geen kwartier bezig, denk ik. Of net. Oké, maar dus ja, mijn rang is nu zilver 2, dus we beginnen eigenlijk bij brons 3. Dan brons 2, dan brons 1, dan brons zilver 3. Zilver 2. Ik denk dat we vandaag nog zilver 1 gaan halen, sowieso. Ik denk zelf dat we vandaag nog hout 3 gaan halen. Ik weet niet of dat nog meer gaat zijn. En ja, dan is het hout 1 en het maximum is dus, ja, rang 1. Maar ja, elite is dus heel goed, dan krijg je 2. Kijk, nu krijgen wij... 2 premium houtpakketjes binnen 5 dagen. Zilver 1 dan. Ik denk dat we, als we goed spelen, dat we sowieso nog elite 3 gaan zijn. Dat is 1 megapakket en zo. Heel handig. Maar oké, nu gaan we eerst nog een keer verder. Ik wil eerst kijken naar mijn team. Want ik heb daarnet wel een pakje gekregen met goede spelers in. Dus ja. Even dit clean. 50 muntjes. Yeah, let's go. Welkom bij Fit man. Oké, we hebben een 83 plus leenspeerspakket. Openen gewoon vlaggetjes. Kijk, hè.
Nice. Ik gebruik nooit leenspelers, maar oké. Okay. Ik heb trouwens de Ultimate Edition voor, moest u het afvragen. Oké. Okay. Wekelijkse doelstelling. Nou, oh, we krijgen het tenuutje. Niet dat veel buurt. Komen snel. Oké. Okay. Ik ga trouwens even een keer kijken naar mijn selectie nu. Want dus ja. Ik heb een redelijk slecht team op het moment. Ik ga even een nieuwe selectie maken, gewoon wacht hè. Nieuwe selectie. Vanaf nul beginnen. Dus. Wow. Dus wow. Oké. Okay. Goeie naam vind ik. Nice. Oké. Okay. We beginnen nu met. Willekeurig. We beginnen natuurlijk van goed naar slecht. We hebben Ronaldo bla 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 bla. Deze. Deze. Oh, weet je, we gaan wachten, hè? Zo, welk land moet. Oké, wacht, hoeveel hebben we er nu in totaal? Willekeurig land Frankrijk zoeken. We hebben blijkbaar veel Fransen. Doe even dit. Oké, okay. Dus heel ons team vol Fransen, dat zou moeten lukken, denk ik. Als we nu gewoon wachten, we gaan even te doen, maar natuurlijk verplaatsen. Even kijken, wacht, we hebben dus hier nog Fransen, we doen even. Vervang. Eerst deze hier. Dat was het doelman waar we net mee speelden trouwens. Oké. Even zo. Hoe meer goede spelers, hoe beter. Waar is dat eigenlijk? Het is een rechtsachter. Zo, en misschien kunnen we deze hier, deze links, dus. Al ja. Zou het ook goed moeten spelen, ergens links. Nou, ik vind dit wel goed eigenlijk, ja. Oh, natuurlijk wel een fucking manager, natuurlijk. Een Franse manager is best, natuurlijk. We hebben geen Franse manager, tuurlijk, joh. Doe die natuurlijk. Oké. Manager toepassen.
vertaling. Oké, hebben we nog hier goede? We hebben nog een Franse man. Nice. We laten zo gewoon, dus dat is wel nice. Maar als het is bedankt voor te kijken, want ja, dit was eigenlijk... Dit was dus eigenlijk gewoon de aflevering. We gaan nog vlug even hier de beloning ophalen. Ja, ik denk dat ik een nieuwe aflevering ga opnemen dan. Oké, maar als het bedacht, tot volgende keer. Later.